voorzitter van de KBO. Als eerste gefeliciteerd met het 65-jarig bestaan. Dankjewel. Ja, hoe belangrijk is dat de KBO bestaat? Nou ja, 65 jaar geleden is de KBO opgericht als een soort bond om de oude dagvoorzieningen veilig te stellen, maar ook eenzaamheid en isolement tegen te gaan en dat iedereen erbij hoorde. In feite hadden ze toen een vooruitziende blik en dat geldt nog steeds. Je probeert de mensen die hun werkzame leven achter de rug hebben en die vaak hun energie daarin gestopt hebben, weer een nieuwe club te geven waar ze zich thuis bij kunnen voelen. Nu bestaan jullie 65 jaar en hebben jullie vandaag een feestelijke dag. Klopt. Wat is er zoal allemaal te doen vandaag? Nou ja, we hebben net wat speeches gehoord. Dat hoort er altijd bij zo'n dag, een beetje officieel. Nou, wij hadden twee wensen om de Wingert een beetje op te pimpen. En het Wingertplein bedoel ik daarmee. Maar ook vervolgens een feestje te maken met en voor alle zeven nummers. Nou, en daar is nog een derde ding bijgekomen. Dat ook nog 1 september het nieuwe stichtingsbestuur van start is gegaan met nieuwe beheerders. Dus dat was extra aanleiding om een feestje te vieren. Ja, nu hebben jullie ook een nieuw bankje gesponsord aan het gemeenschapshuis. Hoe is dat precies tot stand gekomen? Nou, wij wilden gewoon een cadeau geven aan de gemeenschap, want het staat wel bij het gemeenschapshuis, maar in feite is de bank voor de gehele gemeenschap. En dat vonden wij heel gepast. En daar hebben 63 mensen mee gedaan om een mooie spreuk voor die bank te bedenken. En ik heb zojuist het cadeau mogen overhandigen aan de winnares. Dat was Mien Wijnhoven. De Wingert zal als paracommercieel gemeenschapshuis gaan functioneren. En we zullen de komende maanden samen met de nieuwe beheerders in gesprek gaan met de horeca van Zerum en de gebroekers en eventuele stakeholders die ons erbij kunnen helpen. Als nieuwe bestichtingsbestuur hebben we een 10-jaren plan gemaakt, waarbij we willen groeien naar Wingert die zichzelf bedrukt. Maar de komende jaren hebben we nog de steun van de gemeente nodig. En dat is ons 1 november toegezegd. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt. Wat is jullie taak eigenlijk als bestuur? Nou, wij moeten weer een nieuw leven in de brouwerij gaan brengen in het gemeenschapshuis. Het heeft natuurlijk door corona, maar ook door alle wijzigingen in beheerders, een beetje stilgelegen. En dat is natuurlijk jammer, want het is een huis voor de gemeenschap, van de gemeenschap. En het zou leuk zijn als er een heleboel activiteiten in plaatsvinden voor alle leeftijden. En dat is een beetje de taak die ik van het bestuur heb meegekregen. Zorg ervoor dat het weer gaat leven en gaat bruisen. En dat mensen hun weg vinden naar het gemeenschapshuis. En hoe feestelijk is het nu dat het KBO 65 jaar bestaat? Nou, dat is super feestelijk, want dat is sowieso een hele mooie leeftijd van een club natuurlijk. En als je dan hoort hoeveel leden ze hebben en hoeveel vrijwilligers, dan is dat iets gewoon om trots op te zijn. Maar dat zegt ook wel veel over Zevenum. Zevenum is echt een dorp van verenigingen, van gemeenschapszin, zorg dragen voor elkaar. En dat blijkt wel. En dat we dan op zo'n feestje gepresenteerd worden, maakt het extra leuk. Bij achter mij staat inderdaad een bank die wij aan de gemeenschap willen u verhandigen. Maar op die bank staat een spreuk. En zoals er allemaal weet, iedereen op die spreuk kan reageren. Iedereen heeft een spreuk kunnen inleveren. En daar hebben 63 spreuken zijn er binnengekomen. Die kwamen bij mij binnen en ik was de enigste die de namen van de spreuken, in ieder geval wist wie de spreuken ingeleverd had. En we hadden een jury die bestond uit 3 personen. Dat waren Hans Dressen, Nel Thijssen en Wiel Dressen. Die hebben zich over die spreuken ontfermd. En ze hadden criteria. De tekst mag niet te lang zijn, passend op een bank. De tekst moet niet algemeen zijn. De tekst mag niet platvloers zijn. En de tekst moest iets zeggen. De winnaar is een zij, dus een winnares. We hebben een winnares en de spreuk luidt: Zerum, hart voor jong en oud. De spreuk is ingeleverd door Mien Wijnhoven. Mien, terug naar achter in de hoogsthuis. Mien alleen verrassend, want Mien zit ook in dat dialect altijd. Maar ik zou onze secretaris Maaije Linskes en Mien willen vragen om samen even de dook van de bank af te horen en dan is officieel van de gemeenschap. Ja, dat is goed. Dat is lekker lang. Heel goed toegeplekt.
begint wel. Blijf mag het los trekken. Wethouder Joosten, de KBO bestaat 65 jaar. Hoe feestelijk is dat voor Zevenum? Ik denk heel feestelijk, want het is een hartstikke belangrijke vereniging. Eén van de hele belangrijke verenigingen. Om daar toch de verenigingen zorgen voor de verbinding, voor de ontmoeting. Dat mensen naar elkaar omzien. En het is hartstikke mooi om te constateren dat KBO 65 jaar bestuurt. Een bloeiende vereniging is. Gelukkig nog voldoende bestuursleden en vrijwilligers heeft. En vanuit dat oogpunt ook met dit verbindingsfeest een hele mooie verbinding voor het dorp kan zien. Want waarom is het belangrijk dat de KBO er is? Wat ik net aangaf, omdat ze ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten. Ze voorkomen eenzaamheid. Ze zijn op een hele goede manier bezig om de leefbaarheid van de kern Zevenum op een goede manier te ondersteunen. En dat doen ze met elkaar binnen de vereniging, maar ook op dit feest om de verbinding te zoeken, om ervoor te zorgen dat iedereen in Zevenum mee kan doen. En samen met alle andere verenigingen en de inwoners, om ervoor te zorgen dat Zevenum een hartstikke mooie plek is om te wonen en te leven. En hoe zorgt de gemeente ervoor dat de KBO kan blijven bestaan? Nou, dat doet de KBO met name zelf. De gemeente ondersteunt doordat wij onder andere ook met het subsidiekader gaan kijken van welke activiteiten werden ondernomen. Om ervoor te zorgen dat dorpen op een goede manier de samenleving kunnen opbouwen. En er ook naar kijken van en met de accommodaties en met de verenigingen. Om te kijken op welke wijze dat we die het beste kunnen ondersteunen. En daar zien we met de verenigingen in gesprek, met de beheerders van accommodaties in gesprek. En het geldt voor alle dorpen in de gemeente, dus ook met z'n. Ja, u bent ook het nieuwe bestuurslid van het gemeenschaphuis. Ja. Wat zijn jouw taken binnen het gemeenschapshuis? Nou, we hebben nog niet de taken heel verdeeld, maar het is eigenlijk de taak te doen dat ik heb heel veel horecaervaring en meer om heel veel expertise op het gebied van sales. Dus ik ben voornamelijk de horeca mee bezighouden en meer om het salespakket. En hoe belangrijk vindt u het tot het gemeenschapshuis blijft bestaan? Ja, natuurlijk heel erg belangrijk. Het is de plek waar we allemaal samen zijn. Dat mag niet verloren gaan.